De stoomboot van Sinterklaas die de stad binnenvaart. Dit zijn beelden van een aantal jaren geleden. Maar als alles goed gaat, zal dit komende zaterdag ook gaan gebeuren. Na de landelijke intocht in Dokkum vaart de goedheilig man in het gezelschap van Sint Pieten door naar Groningen. Tenminste, als alles volgens plan verloopt. Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Want in het Sinterklaasjournaal hebben we de afgelopen dagen kunnen zien dat de stoomboot in een zware storm op zee terecht is gekomen. Toch blijft Jan Oldenburger van de Vereniging voor Volksvermaken positief gestemd. Wij vinden dat ook heel, heel spannend. Hoge golven zag ik ook. Als we nu zien, dan is het wat rustiger. Dus vandaag en morgen zullen we nog wel contact opnemen met Sint-Nicolaas. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het wel meevalt. En ik zag ook wel heel veel pakjes. Dus ik denk wel dat er heel veel pakjes nog naar Groningen komen. Rond 1:15 wordt Sinterklaas in de Noorderhaven verwacht. Waarna hij verder vaart richting roeivereniging De Hunze. Waar hij aan wal stapt en aan een rijtour door de stad begint. Ja, de Sinterklaas wordt ieder jaar begeleid door een hele bonte stoet van oude, wat klassieke voertuigen. Maar ook op dit moment hebben we daar een heel gek autootje. Dat is een autootje wat omhoog gaat en scheef gaat en uit elkaar gaat en weer in elkaar gaat en weer terugzakt. Moeten mensen echt gaan kijken, hebben we een hoop moeite voor gedaan om die hier te krijgen. We hebben stelpieten, we hebben pieten op skelters. Oldenburger verwacht dat bij de intocht enkele duizenden kinderen met hun ouders aanwezig zullen zijn. Ondertussen kunnen al deze kinderen al hun handen uit de mouwen steken om de intocht nog feestelijker te maken. Want in de app en op de website van Volksvermaken kan een tekening ingekleurd worden. Die kunnen de vaders en moeders of de kinderen misschien zelf downloaden, inkleuren en afgeven aan de Zwarte Pieten of aan de Pieten in de stoet. Op het moment dat de naam van degene die het gemaakt heeft instaat en het adres, krijgt hij waarschijnlijk, dat is altijd even afwachten, want Sint heeft het druk, een kaartje met een bedankje van Sint-Nicolaas. De rijtour van Sinterklaas eindigt rond 2:15 op de Grote Markt, waar de goedheilig man verwelkomd wordt door burgemeester Peter den Oudsten.